God, gij die de eeuwige zijt, gij zijt van alle tijden. Maar wij, mensen, wij gaan voorbij. En als ons aardse leven is beëindigd, dan rest ons enkel nog toekomst bij u. En daarom bidden wij vandaag tot u, omwille van Josephine Voorthuizen. Amen. Oké, chill. Ik snap dat je boos bent. Maar dit is niet het juiste moment. We confronteren hem een andere keer. Wanneer die alleen... De politie bedoel je? Niet de politie. Waarom niet? Wat hij heeft gedaan is strafbaar, hè? Ja, maar dit is Posthoorn. Hij is de zoon van Geoffrey Sleeswijk. Wat denk je nou zelf, Alexandra? Alsjeblieft, we zitten hier niet in House of Cards. De wet is de wet, wie je vader ook is. Ja. Maar hij is nog steeds mijn stiefbroertje. Ik wil het eerst zelf aan hem vragen. Oké. Morgen. Maar dan wel samen. Prima. Gaat het? Ja. Alex hielp me even. Het werpt me een beetje te veel. Ja. Ik spreek je later. Olaf? Laat hem maar even, schatje. Kom even zitten. Hoe voel je je? Gewoon verdrietig. Het is gek om te denken dat Sef in die kist lag. Mm-hmm. Ja, dat snap ik wel, ja. Het is wel fijn dat je zoveel steun vindt bij je vrienden, toch? Alex en ik zijn geen vrienden. Oh, ik zag jullie wel samen praten. Ja, maar iemand moet toch voor dat meisje zorgen? Het is wel een beetje een raar typetje. Een beetje hysterisch, hè? Ze had gewoon een crush op Sef. Maar goed, wie niet? Fijn dat jij je zo om anderen bekommert, lieverd. Oh, heerlijk. Wil jij niet? Nee, dankjewel. Santé, lieverd. Het was raar ook. Bijna niemand moest huilen. Echt niet? Ook haar ouders niet? Nee, ja. Die wel. Man, afschuwelijk. Het was zo zielig voor ze. Ja, ben je dan niet blij dat jij niet... Wat? Niks. Wat? Dat ik niet doorgezet heb? Dat ik zo'n lage bouw heb uitgekozen? Sorry. Het geeft niet. Ik moest er vanmiddag ook aan denken. Stel je voor, mijn arme ouders. Trouwens, ik weet wie die video van Sef heeft gelekt. Wie dan? Olaf. En nu? Gaan ze hem oppakken? Nee. Maya wil eerst zelf met hem praten, aangezien het haar stiefbroertje is. Doe normaal. No way, toch? Oh, ik snap er wel. Alex Idema die doet wat Maya Ajay zegt? Nou, zij snapt het tenminste. Oké. Ik moet nog Duits stampen, dus. Dus ik spreek je later, oké? Oké. Bye. Ben je wel eens bang dat je een fuck-up bent? Als een soort deken verbloem ik onzekerheid. Ze kijken naar mij, maar zagen ze... Van de schreef, de views, de vrouwen, maar niet wisten de buggy zijn. Onderweg naar ontastbaarheid, daar begint nog het eten.
kijk jij nou weer dan? Was wel heftig gisteren, hè? Sleazy. Wat zei je tegen mij? Is deze toevallig van jou? Hey, wat de fuck kom je eraan? Gevonden tussen de bank in de kerk. Misschien is je zak gevallen. En dan nog iets. Ik weet alles van jullie vieze groepsapp. Dus, ga papi's advocaat maar bellen. Luister, Alex, zie je maar. Oh, wauw. Hij kent mijn naam. Echt. Ik heb een bewijs, jongen. En ik ga je pakken. Oké, rustig aan. Heel de school denkt al dat je manisch bent. Geen reden om olie op het vuur te gooien. Ja, haal die backtick maar weg daar, hé. Kan me geen reet schelen wat de school denkt. Ja, maar mij wel. Ik heb een plan, Sherlock. Vanavond bij mij om 8:00. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Rita Akkerman. Ik ben van Stichting Hartzeer. En ik ga vandaag met jullie praten over depressies en zelfmoord. Ja, dat klinkt zwaar, hè? De dood. Maar ik ben hier om het wat behapbaarder te maken. Hé, hey, gekke vis dat dus. Ik ook. Doe toch eens normaal, omgekeerde bounty. Hé, hey, wat zeg jij? Je weet dat je napje wil, schatje. Lian, Tuco. Ja, ieder van jullie is wel eens somber, neem ik aan. Maar als je gevoelens lang duren, dan kan dat een depressie worden. En dat komt best vaak voor bij pubers. Misschien kennen jullie iemand die last heeft van depressies? Alex! Alex, ken jij iemand met een depressie? Nee, zij is meer zelf aan het choppen. Als je niet wil delen, dan hoeft dat niet. Nee, zeker niet. Je polsen snij je niet zo door, maar in de lengte. En dat heb ik nooit gedaan. En ja, ik was depressief en ja, ik ben uit het raam gesprongen, oké? Okay? Op kerstavond. Nou, Merry Christmas. Ho, ho, ho. En hoe gaat het nu met je? Ik ben er nog, I guess. Maar als het wel gelukt was, dan had ik zeker geen behoefte gehad aan dit hypocriete gedoe hier. Met een rouwkamer en een stichting Hartzeer. Want weet je, mensen plegen niet zomaar zelfmoord. Daar gaan dingen aan vooraf. Er is altijd nog die ene druppel. Een seksvideo. Verspreid door iemand die je vertrouwde bijvoorbeeld. Een sekstape? Dit is niet het moment. Oh nee? Dit is toch een safe space? Ik moet me hier toch vrij voelen? Ga eens even lekker huilen op de meisjes-wc, aansteller. Lian, hou je bek. Laat hem met rust. Hé, hey, douches, jullie gaan vechten. Wil je die kleren uit, hè? Hou je bek, Tuco. Alex? Oh, shit. Die boosheid haalt Sophie niet terug. Thuis heb ik ook wat borden kapot gegooid. Ze noemde haar de slet van 6 VWO. Weet het. Je weet het. Ik praatte regelmatig met Sophie. Het was niet altijd makkelijk voor haar. Luister. Als tiener worstelde ik ook met depressies. Boe, kill, whatever. Alex. Als je wist dat ze zich zo kut voelde, dan had je er misschien iets aan moeten doen. Dan leeft ze nu nog. Nee, nee, nee. Niet aanbellen. We gaan gelijk. Sorry. Heb jij nou een detective outfit aan? Dit is een trenchcoat. Onopvallend. Nou, je ziet eruit als een potloodventer. Niet onopvallend. In je dromen, vieze Harry. Kom, we gaan. Waarheen? Een diepzinnige jongen trekt zich terug met een goed boek en een fles whisky. Ja, je grap, maar... Olaf! Olaf! What the fuck doen jullie hier? We komen even praten, broertje.
Vette mancave. Thanks. Kunnen jullie weggaan? We komen hier even over babbelen. Sleazy. Ik weet niet wat jij in je hoofd hebt gehaald, hè? Maar ik heb dat filmpje niet gemaakt. Dus, be gone, tots. Maar wel verspreid. Oké. Ga ik wel even naar de politie toe. Kijken of die er net zo luchtig over denkt. Ze wilde dat ik hem doorstuurde, hè? Ja. Ze heeft hem mezelf gestuurd. No way. Je liegt. Hier. Voelde gewoon typisch Seth. Super geil vond ik het. Totdat ze 3 seconden later weer met Youssef was. Toen kon ze hem krijgen ook. Seth wist dat ik hem zou delen. Dag. Seth was een attention hoe. Heb je die comments onder haar Insta wel eens gezien? Hallo. Niemand wil dit soort aandacht. Oh, top. Heel fijn. Jij spreekt nu voor alle vrouwen? Nou, mysterie opgelost. En nu opgerot. Kunnen we nog even... Kom op! Wegwezen! Oh, wacht nou. Oké. Olaf. Opdonderen! Jezus. Kut, jongens. Tenminste even praten. Het slaat echt nergens op. Nou, ruzie, je leraar uitschelden. We hebben een afspraak, toch? Als het misgaat, dan gewoon weer even een gesprek met je oude psychiater. Ja, die afspraak hebben we toch of niet? Hoezo mijn mama me eigenlijk niet? Heb jij geen werk te doen of zo? Zo. Heb je er een beetje zin in? In de psychiater? Het is toch leuk om je oude verplegers er zo weer eventjes te zien? Pap, ik zat er maar 3 maanden, hè? Ziet alsof ik een zieke band heb met die mensen nu. Niet? Wat is er? Ik heb me ingeschreven voor een kunstacademie in Berlijn. Berlijn? Ja, waarom ga je niet met me mee? Hm? Ik? Ja. Ik bedoel, jij vindt het hier toch ook fucking kut? Ja. Ja. Samen is veel leuker dan alleen. Ik moet eerst maar eens kijken of ik aangenomen word. Om je weer te zien. Kom je mee? Het is geen obsessie. Hoe zou je het dan omschrijven? Een lopend onderzoek. Waarnaar precies? Waarom ze van die toren gesprongen is? Alex, ik snap heel goed dat jij en alles wat je hebt meegemaakt het moeilijk vindt dat Safine nu zelfmoord heeft gepleegd. Ja, en precies daarom voel ik dat er meer aan de hand is. Wat denk je dan? Dat Olaf Sleeswijk er iets mee te maken heeft? Van wie heb je dat gehoord? Ik heb contact gehad met de schoolpsycholoog. Maar ik heb de schoolpsycholoog niks verteld hierover. Alex, je hebt een wonderbaarlijke vooruitgang geboekt dit jaar. Ik heb het gevoel dat jij het verleden wilt repareren. Safine's leven wilt redden.
Maar je moet je concentreren op het hier en nu. Je examens, je ouders, je vrienden. Zorg dat jij gelukkig wordt. Snap je wat ik zeg? Ja. I've been waiting for this day for too long. Wow. Wie ben je? Maria? Nee, Lian. Nee, Maya? Ach. Dit vergeef ik jou nooit. I'm standing alive with a spark in my mind. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben blij dat je belde. Denk jij dat ik gek ben? Nee. Nee, alleen ik begrijp gewoon niet wat voor spoken je allemaal ziet. Dat gedoe met Sophine. Was je verliefd op haar? Wat? Nee, tuurlijk niet. Waarom ben je dan zo geobsedeerd? Ik ben niet geobsedeerd. Cher, er klopt gewoon geen zak van. Kijk, Sef was de slet van 6VWO. Staat ze op een feest, gaat er een sekstape van de rond. En haar vriendje, die helpt er niet, die wordt alleen maar boos. Dus in een downe bui loopt ze naar de vuurtoren en springt ze er vanaf. En het is heel erg. Maar het is niet onbegrijpelijk. Oké. Kom. Wat doe je? Doe je broek uit. Mijn broek uit? Doe je broek uit. Go! Oké. Ik ga nog even douchen. Wat? Maar ik kom zo terug. Ja. Echt, ik kom echt zo terug. Oh, en Cher? You're calling me now. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. Hey, Alex. Hi. Ik hoor dat je bij mijn zoon langs bent geweest. Ja. Dus? Nou, ik denk dat je nu al ver genoeg bent gegaan, hè? En dat het tijd wordt om Polstone rustig te laten rouwen. Omdat je het ongepast vindt dat ik de waarheid probeer te achterhalen? Nee, ik vind het ongepast dat jij zomaar iedereen beschuldigt. Waaronder mijn zoon. Hij heeft het al zwaar genoeg. Weet je wat pas ongepast is? Een seksvideo maken van een meisje van 17 en dan zeggen dat ze dat zelf wilde. Dat is ongepast. Fuck. Alex! Wat is het allemaal? Ja, niks aan de hand. Seksvideo's? Waar gaat het dan over? Laat het maar even.
Het is belangrijker. Lekkere scène net, Alexandra. Pa vroeg om. Stief, pa. Nee, dankjewel. Je moet hier zo snel mogelijk weg. Scheid, sorry. Breach. Ben je eigenlijk goed met Joffrey? Nou, ik heb wel eens minder lekkere stiefvaders gehad. Wat? Wat? Politie. Nee, nog erger. Nee. Oh, zo'n groepje. Hi, mam. Uh-oh. Hou vast. Nee. Hou vast. Hou vast, jongen. Godver. Goos, je bent knijterstoot. Hou je bek. Oh, wat erg. Spijt me, mam. Wil je niet tegen papa zeggen? Ik ben ook jong geweest, hoor. Heb jij... Oh. Just like in the moon. Nou, één rechte lijn naar huis, die kant op. Verwacht je me 20 minuten thuis? Ja, mam. When the curtain drops, our touch is just a touch. Now like in the movies. Hey. Alles oké? Hey. Ja hoor. Loop je anders even mee? Mandlek? Ja, geprikt of zo. Ik maak weinig vrienden de laatste tijd. Heb je nooit echt vrienden gehad, dus... Ik ook niet echt. Alleen, Sef. Ik hoorde dat jullie best wel veel ruzie hadden. Nou, het ging niet makkelijk, nee. Ook die avond. Hey, just curious. Ook die avond, ja. Mijn moeder was echt de enige die echt iets zag tussen mij en Seth. En ik weet dat iedereen denkt dat wij slechte invloed hadden op elkaar, maar... ik hield wel echt heel veel van haar, hè. Kut. Oké. Okay. Ik was hier verder niet mijn hart aan het uitstorten. Mijn moeder heeft me letterlijk 34 keer gebeld. Bel haar gewoon terug. Fuck, ze wordt waarschijnlijk echt hysterisch. Zes fietsen. Hoe ging ze weg die avond, nadat jullie ruzie hadden? Lopend. Weet je het zeker? Ja. Hoe laat was dat? Hoe laat was dat, weet ik veel. Kom op, Hughes. Denk even na. Ik weet nog dat mijn pa me belde. Om te checken waar ik bleef. 2:30. We zijn al bijna een uur onderweg. Seth is om 2:00 dood gevonden. Dus als hij hier om 2:30 wegging, zonder fiets... Dan had ze daar nooit zo snel kunnen zijn. Zeg, Duco, jij kende mijn dochter Safien toch redelijk goed, hè? Mm-hmm. Weet jij iets over een video die rondgaat?